Mark Veenhoven, na afloop van het duel met HC Hardenberg, helaas 3-1 verloren. Maar ik vond jou op het laatst wel een van de strijders. Ja, daar moet ik het ook wel van hebben. Dus dat heb ik ook gebracht. Alleen uiteindelijk sta je met lege handen en koop je er niks voor. Nice. Nee. Waar ging het mis deze middag in jouw ogen? Ik denk dat dat zij gewoon erg inzakken en vanuit de counter spelen. En daar hebben wij het moeite mee. En daarnaast denk ik dat je naar rust goed de 1-1 maakt. En dan sta je met z'n allen nog even 5 minuten te slapen. En dan ligt hij er alweer in. En dan zakken zij weer in. Wat lastig. Dus ja, dat is... Inderdaad, vlak naar rust. Ik dacht ook, nou, nu gaan jullie doordrukken. Maar... Ja, dat dachten wij ook. En in principe... was het ook een goed moment gelijk naar rust om te scoren. Dat hadden we ook van tevoren al gezegd. En toen krijg je toch, wat ik zeg, ja, zo onnodig nog een doelpunt tegen. Dat mag gewoon niet gebeuren. Nee. En die handsbal, ja, dat was voor mij ook geen handsbal. Nee, ja, schandalig. Ja. Die gozer staat binnen een halve meter van mij en hij schiet hem tegen mijn hand aan. En ja, ik kan nergens heen met die hand. En ja, voor mij... Voor zover ik weet is het geen hockey en is niet als je tegen iemand zijn hand aan schiet een pingel. Maar ja, volgens de scheids wel. Moet hij zelf weten. Ja. En dan inderdaad na die 3-1 dan is het over? Ja, dan is het lastig. We proberen het nog wel. Alleen als je nou niet snel die 3-2 maakt, dan wordt de wedstrijd een beetje doodgemaakt. Wat maakt deze wedstrijd nou zo lastig? Want Spaakburg heeft al 8 jaar volgens mij niet hier gewonnen. Heeft het ook met de reisafstand te maken? Of? Ja, ik denk dat vooral voor HC is dit gewoon de wedstrijd van het jaar. En kunnen ze tegen ons bepaalde dingen wel opbrengen die ze tegen andere tegenstanders misschien niet op kunnen brengen. En dat, dat ze een goed recht hun zakken in en laten ons voetballen. En dat doen ze goed. En ik denk dat we dat wel lastig vinden, ja. En, dat is inderdaad al jaren zo. En heeft het in de kleedkamer nog flink lopen donderen of is het gewoon rustig? Natuurlijk, het dondert wel in de kleedkamer. En ik vind altijd dat, dat je dat beter op het veld kan doen dan in de kleedkamer, want dan heb je er niet veel aan. Dus het is wel goed om wat tegen elkaar te zeggen, maar uiteindelijk moet je het op het veld met z'n allen doen. En dat zouden we toch wat meer moeten doen.